Rechts erin is Vlaar. En die komt de bal met Roermond in. En dan gaat hij er ook in. Omdat de Pak niet helemaal goed controleert. En is hij het weer? Ja hoor, hij is het weer. Attent. Als het moet. En hij schoffelt de bal hoog binnen. AZ op voorsprong. Het was al eerder gevaarlijk uit de hoekschoppen. De lage variant met Wuiters. Hier gaat de bal richting Vlaar. En dan lijkt het er toch op alsof hij dan niet goed wordt weggewerkt door Pap. Ja, die lost hem. Slaat hem eigenlijk zo voor de voeten van Jans. En die moet je dat kansje natuurlijk niet geven. Staat op de juiste plaats. En dat is als je zoveel doelpunten hebt gemaakt. Geen toeval meer. Pat lost. Slaat hem tegen Maduro aan. En dan Jans. Hier zo'n lage, gevaarlijke Hendricks. Het is 2-0 voor AZ. En Vlaar is de man die opgezocht wordt. Ja. Hij was betrokken bij de 1-0, ook al uit een hoekschop. En nu nog veel nadrukkelijker. Scoort hier zelf de eerste van het seizoen. Gaat mis bij Hoesen. Te makkelijk van de bal gezet. En dan door Santos en Lekkerman, die hier nu meteen is. En dan verrast hij Reijnen en verrast hij ook Pap. En daarmee is hij topscorer om maar aan te geven. Rochette de Leeuw. De Leeuw is rustig, maakt zijn zevende van het seizoen. En na 50 minuten is de marge weer zoals hij was bij het begin van de tweede helft, stuk 2. Sometimes when he comes into the team, Morales, he's trying to just maybe do a little bit too much, shows his confidence. Made it. Just the technique, he's leaning back there. He's a little bit.